Yo mensen, Jer hier en welkom bij een nieuwe gastrol. Dit is de tweede gastrol die ik op het kanaal doe en ik heb heel veel support gekregen op de vorige gastrol. Dus laten we gewoon er gezellig heen nog eentje doen. Ik ga spelen met de kit Tim 10 waarbij ik het Diamond Leggings krijg. En dit is mijn minst OP level 10 kit die ik heb. Ik ga volgende game in met een geen level 10 kit spelen, maar bij deze game houden we nog even met één level 10 vol. Ik ben heel erg blij met de feedback die ik gehad heb op de vorige video. Het is zeg maar anders dan op mijn eigen kanaal. Normaal op mijn eigen kanaal vraagt iedereen alleen maar om de texture pack. Even serieus. Ik snap niet waarom mensen altijd een texture pack willen hebben. Dus ik zoek gewoon het op. Het is heel makkelijk, maar oké. Ik heb altijd hetgene wat ik niet nodig heb. Chain leggings, die vind ik altijd. Chain leggings is de beste wat je kan vinden uit een chest in Blitz Survival Games. En ja, dan heb ik een kit met diamond leggings. En dan zit ik altijd van, bro, kom op. Maar ja. Ik moet er maar mee door. Het is beter iets dan niets, zullen we maar zeggen. Oké. Ook jullie hadden jullie achtergelaten dat ik MCSG moet spelen. Maar ik zeg maar, als ik Minecraft speel, speel ik alleen maar op Hypixel of op echt maar op Faction servers. Ik vind niet echt iets qua echt Hunger Games niet echt mij aantrekken. Ik zou daar op houden. Zeg maar, dan moet ik echt chess routes gaan zoeken en in mijn mappen gaan verdiepen. Terwijl ik op deze server alle maps scan. Want ik zeg maar, al zo vaak gespeeld heb, ben ik echt een no-life op deze server. Nou, eigenlijk ben ik een no-lifer geweest. Ik speel niet heel erg veel Blitz meer. Maar het is wel... Ik weet niet. Blitz is zeg maar iets wat je haat en je houdt van. Oh. Kan ik snel even enchanten. Level 2 dan maar. Oh, ik word verschoten. Iemand achter me. Ik pak even deze arrows op. Oh, even concentreren nou, hoor. Sorry als ik eventjes stil was, maar ik werd een beetje gerekt en kon ik mezelf gelukkig herpakken. Wat je wel kan doen, zoals in MCSG's met een fishing rod combo's krijgen, maar ook al werkt het niet helemaal perfect op deze server. Dus je kan het alsnog doen, dus waarom niet? Laat het gewoon proberen. Ik ben niet de grootste pro in fishing rods. Ik geef er toe, ik faal er redelijk mee. Dat ik ook eventjes mijn iron boots enchant, ook al krijg ik daar niets goeds op. Waren het gold boots? Even serieus? Oh. Oh, wacht. Laten we wel iron boots. Ik zag het verkeerd mensen, mijn schil. Laten we gewoon alles enchanten. Waarom niet? Heb ik nog een andere iron helmet? Ik dacht dat ik er nog één had. Maar dan pakken we gewoon deze. Mooi. Nou, gaan we op zoek naar de volgende persoon. Oh, het is alweer all deathmatch. Dat gaat echt super snel. Maar, zeg maar, in Blitz is het best wel makkelijk vergeleken met andere Hunger Games. Je kan mensen gewoon vinden met je kompas. En dat is zeg maar iets wat... Wit ze wel kunnen weghalen op zich. Oh, voor de flawless. Oeh, iets wat ik niet heb in andere Hunger Games. Een horse. Ik ben niet echt... Ik heb een kit, noemen ze ook wel horse tamer. Dat is op het moment de meest OP kit. Dus ja, als je zeg maar een goede kit zoekt die we upgrade gewoon lekker horse tamer of knight. Knight en horse tamer zijn op het moment de meest OP kits. Uit mijn mening, zeg maar. Laat ik gewoon op mijn horse gaan zitten, waarom niet? Omdat het kan, toch? Nou, dat is vervelend. Hij had twee eieren ingot. En dit is een taunt. Als je die kalt, krijg je meer coins. Kijk, ik snap het niet. Hij heeft speed en nog steeds gaat hij wegrennen. Ik snap het niet helemaal. Waarom wil hij mijn horse killen? Ik snap deze persoon echt niet. Ik weet niet wat het is, maar RIP Hypixel like ofzo. Maar ik heb al die game gewonnen met 3 kills. Wat best weinig is op zich voor deze game. Maar ik hoop van jullie, dat jullie van deze game genoten hebben. En ik zie jullie allemaal in het volgende potje. Yo mensen, ben ik weer in het volgende potje met map Peaks. En kijken of we natuurlijk even makkelijk kunnen winnen als in het vorige potje. Ook al gaat het in dit potje wat moeilijker worden. Want er zitten ook een paar goede spelers in dit potje. Dus ik ga spelen met de kid. Zal ik level 9 pakken? Ook al... Heb ik niet echt een level 9 voor deze map. Dit is een sneeuwmap waar je niet echt goed kan bewegen. Ik ga gewoon knight. Dat zijn mensen. Want deze map heb je niet echt iets waar je echt maar mee kan spelen. Als je level 9 kit hebt. Ja, je kan wel spelen, maar het is zo raar. Ik heb zeg maar een snelheidsspeed met Hunter. En over ijs met snel. Met speed, potions. Dat is niet echt iets. Oh, dat wordt hard. Oké. Okay. We gaan gewoon door. Eigenlijk zoek ik gewoon naar... Dingen die mijn... Altijd zoek ik altijd naar... Wow. Ik zoek altijd naar dingen die mijn kit verbeteren. Dus het is zeg maar... Ik kan niks doen. Echt 5, 1 minuut niks doen.
Maar ik vind het altijd leuk om toch mijn chestroutes af te gaan en dingen te zoeken die je misschien kan gebruiken. Laat ik gewoon een vriendenverzoek accepteren, waarom niet? Dus kan gewoon toch, mensen? En ook liet de mensen achter dat ik alleen maar winst upload, maar... Ik zal nooit winst upload. Als ik gewoon zeg maar gezegd heb wat ik wilde zeggen en ik het leuke game vond, dan upload ik hem sowieso. Dus zeg maar, je moet wel een beetje leuk lijken. Kijk, als je mijn target vanaf spam, dan ga ik de game natuurlijk niet uploaden. Dat is best wel grappig, dat mensen altijd denken dat als je winst upload, je dan beter lijkt. Ik zal een grote disclaimer gooien. Ik ben niet super, super goed. Ik kan weten aardig wat ik moet doen met PvP en ik ben niet iemand die makkelijk easy-peasy flawless wordt, maar je bent ook niet iemand die mensen die echt super goed zijn in PvP gewoon flawless geeft. Dit was een Pikmin 10 als ik het niet goed begreep. Oh, sharpness 2, 6,5. Oeh, dat doet veel meer damage dan mijne. Laat ik gewoon die skill gebruiken. Dat is echt de eerste keer dat ik een Pikmin 10 heb gekilled. Echt, wow. Het was een level 10 tegen level 10 en de fishing rod combo helpt echt enorm. Als je zeg maar die hotkey, zeg maar, ik heb die op mijn F-button staan. Een F-knopje heb ik op dit slot staan in mijn inventory. En dit is echt heel handig als je zeg maar heel snel kan hotkey hiermee. Je kan ook gewoon je nummers gebruiken, dat kan natuurlijk ook. Oh, wat is dat, hè? Voor mij miste ik iets, maar ik heb liever niet dat ik ga vechten, zeg maar, hieronder. GG. Wow, wat close fights elke keer, zeg. Dat ik liever niet heb. Hoe heb ik nu wel alles wat ik nodig heb? Ik heb een Pikmin. Het is een 1v1 tegen iemand met full chain. Deze games gaan wel enorm snel. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Misschien doen we nog een portje. Ik weet nog niet zeker of we nog een portje gaan doen, maar... Oh, deze persoon heeft al moeilijk genoeg met mijn fishing rod. Oh, ik ben gesloten. Dus nee. GG. Wow. Ik denk dat ik nog een portje ga doen, dus ik zie je allemaal in het derde portje. Yo mensen, daar ben ik dan in het derde en laatste potje. En ik ga spelen met de kit. Welke kit zal ik gebruiken? Laat ik spelen met de kit Giga Dragon 9. Het is wel een eerlijke kit. Het is niet echt een super overpowered kit. Het is zeg maar een kit waarmee je best overweg kan. Het heeft allemaal van die MCSG dingetjes zoals een flint and steel en ja, fire resistant. Het is best wel een handige kit, maar... GG, ik word weer eens herkend in de chat. En dit is de mod tabby chat voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Als je een MSG krijgt, dan zag je net zoals het internet. Dan verschijnt het niet in beeldscherm vol of hier, maar dan verschijnt het lekker daarin. Het is veel makkelijker, vind ik zelf. Als je best wel redelijk bekend bent op de server, wat ik best wel ben, niet cocky of zo, maar... ja, dan krijg je om de 5 seconden MSG, want ik ben vrienden met de halve server zowat. Ik vind het niet erg als ik een vriendenverzoek accepteer. Je kan me gewoon adden. Gewoon /f add year. Kan je gewoon doen. Ik accepteer iedereen op de server. Waarom niet? Kijk, ik vind altijd zoiets van... Je kan gewoon hi tegen me zeggen en met me praten. Maar spam is zeg maar iets wat ik niet echt super chill vind. En niet dat ik je gelijk ga removen. Maar het is niet echt super chill als mensen je spam op de server. Ook al kan ik MSG's uitzetten. En ik heb heel veel chest luck. Kom ik nu pas achter. Holy damn. Deze persoon heeft ook wel redelijke chest luck. En ik weet dat hij een Tim 9 is, want hij zit al 2 keer in de recording. Echt, 2 keer. Hij blijft me stalken. Ik word gestalkt, mensen. Even kijken hoor. Dit is gelijk een 9. Dit krijg je zeg maar in. Dat ik deze op mijn hotkey button zetten. Ik gebruik altijd hotkey. Ik gebruik altijd mijn F. Oh. Ik heb geen idee, maar die persoon had een beetje lag. Het kan ook de server zijn. Ik denk dat het eerder de server is dan hij zelf. Want ik weet niet, maar de server is dood aan het gaan volgens mij. Ik ben ook de enige met een 4-bar, maar dat komt voornamelijk omdat ik een EU-player ben. Natuurlijk, ik ben Nederlands, wauw, dat was echt very obvious. Maar het is zeg maar een tijd waar veel Amerikanen spelen. Het is namelijk 1 uur van de nacht of zo, 1:30? 1:30. Maar het is al redelijk laat en dat is zeg maar het ding. Bo. Oh god. Die zag ik even niet aankomen. En ja, ik ben de enige met een 4-bar. Ik voel me best wel slecht nu. Ik spam mijn magma cubes in. Eerlijk gezegd was dat echt een slechte fight die ik had uit een beker potion gegeten volgens mij.
Oh, hij heeft een golden apple op. Ik laat hem gewoon wegrennen. Oh, dit wordt hectisch. Dat was een beetje te hectisch. Zeg maar, dat is het probleem van cleanen mensen. Lopen langs cleanen met mensen met Diamond X. Dus ik kan best voorstellen dat mensen deze game haten. Ik zou het ook best halen als ik een nieuwe player was nu nog. Zeg maar, toen ik begon, was Blitz niet echt een game waar iedereen level 10 had. Maar dat ook weer 2 jaar geleden dus. Of 1,5 jaar geleden. Ik heb geen idee. Het was in ieder geval een hele tijd geleden. Maar ik hoop natuurlijk dat jullie van de games genoten hebben. Als jullie mij terug willen zien, laat gewoon vooral even een like achter. En vertel ook in de comments of jullie nog een paar video's van mij willen zien. Ik kan best wel nieuwe video's maken. En ja, laat een like achter. Subscribe op mijn kanaal. En natuurlijk ook op Dylan's kanaal. En ik zie jullie allemaal de volgende keer. Bye!